Andermaal goeie avond. Zoals gezegd en geweten, KSK Vizé 1-0. Ik heb ondertussen de twee trainers bij mij. Zijn de José Riga voor Vizé en Stefan de Metz voor KSK Hest. Die hun mening gaan geven over deze partij. José Riga, ik heb hem gevraagd of dat hij het interview in het Nederlands wil doen. Hij is ooit nog trainer geweest in Cercle Brugge, als ik mij goed geïnformeerd heb. Dus José, mag ik jouw mening vragen over deze partij? Ja, mijn mening is hetzelfde dat mijn spelers natuurlijk heel veel frustratie. We kregen een goal misschien op de, en het is niet voor mij een kans, maar hij doet het wel. En we hadden alle wedstrijd onder controle. Maar ja, dat is de waarheid van voetbal. Als je scoort niet, je kan altijd één krijgen. En één was genoeg voor Eist. Ik was niet verrast op het manier om te spelen, omdat ik heb verschillende wedstrijden van Eist gezien. Dus ik wist dat het is een ploeg met veel organisatie. Dat het is niet gemakkelijk om een oplossing te vinden, maar ik denk dat we hebben dat heel goed gedaan op enkele ogenblik. Natuurlijk, het is ook niet zo gemakkelijk om snelheid in het spel te zetten met het veld. Ons is een synthetiek, dus voor ons het is het een beetje gemakkelijker dat hier. Maar oké, ze hebben zijn job gedaan en onze ploeg en niet alles. En dus ja, veel frustratie, omdat ik denk dat voor de rest we kunnen een goede opportuniteit doen met 10 punten of met 3. We zoeken voor de 3 punten. Dat is waarom we hebben verschillende spelers wisselen. Omdat we wilden meer. En ik heb niet gezien op het goal. Mijn gevoel is misschien dat Jardubia is offside misschien. Maar ik kan dat niet zeggen, omdat ik ben te ver natuurlijk. Maar het is toch een fout van ons. We kunnen niet de spelers laten draaien en schieten als we hebben dat gedaan. Het is misschien de enige fout van Partij, maar het kost heel veel voor ons. Dus we hebben de laatste wedstrijd thuis. En, we weten dat het is heel belangrijk thuis onze wedstrijd te winnen. Voor de rest, spijtig voor ons. En natuurlijk, gelukkig voor Wijs. Proficiat aan de coach. Dank u wel, meneer Riga, voor deze reactie. En nog veel succes in de rest van het seizoen. Dan nu gaan we nu over naar de trainer van KSK, Stefan de Metz. Stefan, ja, 26 punten na 15 wedstrijden, dat moet deugd doen. En vooral de zegen na vandaag. Allee, vandaag was toch wel een echte opsteker, denk ik. Ja, inderdaad. 26 punten. Dus voor de wedstrijd had ik ook gezegd tegen ons speler dat vandaag een wedstrijd met ambitie moest zijn. Dus vorige week had ik ook gezegd tegen Winkel dat we moesten de richting geven, welke richting dat we wouden gaan voor de tweede ronde. Met een overwinning had ik gezegd, we gaan voor die top 6. En vandaag moesten we ook bevestigen met ambitie. En dat hebben ze getoond. Als je ziet ook de reactie van de spelers na het uitvallen van Frey met een jonge gast van 16 jaar in het doel. Ik denk dat 2Z dan gedurende 20, 25 minuten niet meer aan ons doel is geweest. Omdat de gasten zich dubbel geplooid hebben en druk vooruit hebben gedaan om ons keeper gewoon te verdedigen, zou ik zeggen. Want een jonge gast van 16 jaar zo indroppen is nooit gemakkelijk. Dus, maar heel tevreden. De organisatie was perfect. We creëren toch 2 of 3 mooie kansen eerste helft. Zij hebben ook een mooie kans na 5 minuten, als ik mij niet vergis. En dan weet je ook dat zo'n wedstrijd op kleine details kan vallen. En die details zijn vandaag voor ons gebleven. Oké, weer Nicola Orie die het doelpunt maakt. Ja, inderdaad. Nico is in de flow, zou ik zeggen. 2 keer gescoord.
gescoord tegen Tubeke. De laatste drie wedstrijden geeft hij ons gewoon drie overwinningen met zijn goals. Dus dat geeft hem vleugels. En misschien dat de winterstop iets te vroeg komt voor Nico. Oké, okay, misschien een niet alledaagse vraag. Volgende week naar Deinze. Dat is dan de eerste wedstrijd van de terugronde. De kalendercommissie beslist dan eigenlijk om vrij snel terug tegen Deinze te spelen. Want ja, dat is nog niet zo heel lang geleden. Normaal gezien is het zo dat, dat het eigenlijk zou moeten thuis tegen Luik zijn, om het dan zo te zeggen. Heb jij daar een mening over? Er zijn altijd rare dingen in de voetbalbond. Hè? Dus weer iets raar. Dus het verrast mij niet meer eigenlijk wat er allemaal gebeurt daar. Oké, diplomatisch antwoord dus. Stefan, nog één vraag dan. Ja, volgende week naar Deinze, de absolute titelkandidaat in onze reeks. Ik heb zo net Filip Janssens geïnterviewd. En ik heb aan Filip gezegd, ja, jullie kunnen jezelf nog een mooi kerstcadeautje doen. Ja, inderdaad. Dus we gaan daar ook gaan voor punten te gaan nemen. Ik denk, Deinze heeft alles gewonnen. Maar ze hebben toch steken gelaten tegen Dessel. Wat Dessel kan, kan hij het ook. Oké. Dank u wel, Stefan, voor deze reactie. Veel succes volgende week en nadien dan een heel prettige eindejaarsperiode. Dan sluit ik de persconferentie hier af. Goedenavond allemaal.